Zaterdagavond speelt NEC de vroege wedstrijd. Om 6:30 trapt de selectie van trainer Peter Huballa af in de eigen Goffert tegen ADO Den Haag. Vorige week werd nog met 2-0 verloren in Almelo. Wat kun je hieruit meenemen naar de komende wedstrijd tegen het geplaagde ADO? Dat wij beter aan de bal geworden zijn. De positiespel was heel goed. Dat wij de bal vasthouden kunnen. Dat wij in het driehoekspel beter zijn in de offensieve. Pressing eerste lijn was in enkele situaties echt goed. Ook omschakelen in middenveldpressing was goed. Heel veel oplossingen, omdat wij ook tactisch flexibel trainen. Maar ook negatief natuurlijk. Nog niet zoveel klare kansen gecreëerd. Scorenvermogen is vreselijk. En positieve en negatieve dingen. En nu hebben we nog 2 wedstrijden. Morgen de laatste in de Goffert. Echt belangrijk. Ook voor de zelfbewustzijn van de groep. En natuurlijk klaar voor de punten. Klaar. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Also heel veel dingen besproken. En we zijn bezig dat we morgen winnen. Dario Dumis verschijnt regelmatig in de media. En dan vallen de woorden andere club daar vaak bij. Verwacht de trainer dat hij vertrekt in de winterstop? Nou, ik heb eigenlijk met Dario klaar dat hij hier blijft. Also dat hij absoluut tot zomer NEC-speler is. Ja, maar ik ken de business natuurlijk ook. Nou, als een echt goede bot komt, dan kan je altijd discussiëren. Maar nu zeg ik eigenlijk ook heel realistisch en heel eerlijk dat hij 100% tot zomer blijft. En dan denk ik dat het een heel grote kans is dat hij weggaat. Wat zijn de verwachtingen voor de komende wedstrijd tegen ADO? Nou, ik denk toch een open wedstrijd. Ik denk dat ADO, ik weet nog niet welke systeem. De laatste week hebben ze eruit gespeeld. Daarvoor 4-4-2 vlak. Hebben ook 4-3-3 gespeeld. Hebben natuurlijk 1-2 heel belangrijke spelers eruit. Maar dan komen spelers altijd van de bank. Die zijn ook heel motiveerd. We kunnen goed de bal lopen laten. Kunnen heel goed in de omschakelen offensief. Over Castaner met snelheid ervoor. Ze zijn heel gevaarlijk. Ja, en wij kunnen ja sowieso niemand onderschatten of zo. Ne? Wij staan ook daaronder. En maar ik hoop dat we een beetje dominanter maar proberen te spelen. Also dat we de kracht van Heracles tweede helft meenemen kunnen in de eerste helft direct. Omdat ook de laatste eerste helft was altijd niet zo goed bij ons. En ja, dan moeten we, ja, we gaan heel, heel klaar en heel duidelijk op de winst. Iedereen fit? Nee, niet helemaal. Mikael Dierenstam is geblesseerd. Die heeft wat aan de lees. Die kan morgen niet spelen. En Frank Sturing is geblesseerd. Zaterdagavond om 6:30 onder leiding van scheidsrechter Kamphuis in de Goffert, NEC, ADO Den Haag. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.